Nou, hier in de showroom liggen jachten vanaf zeg maar 1,5 ton tot ongeveer 450.000 euro. Zoals bijvoorbeeld die, 150.000. Deze, 375. En een stukje verderop, een jacht van 415.000 euro. Continu innovatie vormt volgens de jury van de Limburg Export Award de basis voor het succes van de jachtenbouwer uit Maasbracht. Met steeds weer nieuwe jachten voor nieuwe markten op maat van het betreffende land. Jaarlijks worden minimaal 2 nieuwe producten gelanceerd voor een specifieke markt. In de niche-markt van stalen motorjachten is Linse een belangrijke speler die zijn vleugels steeds meer over de wereld uitslaat. Een toe te juichen ontwikkeling, vindt de jury van de Export Award. Ons bedrijf is opgericht in 1949 door mijn opa Jacques Linse. Die is destijds in een naoorlogse decor hier in Maasbracht met het Schepenkerkhof in de haven eigenlijk gestart als scheepsreparateur. Hij is van oorsprong uit een scheepstimmerman. En is eigenlijk groot geworden met het maken van stuurwielen en kleine bootjes, werkbootjes, fletjes, roeibootjes. In de jaren 70 is de tweede generatie in beeld gekomen. Die zijn step by step in het bedrijf gekomen en hebben het eigenlijk internationaal op de kaart gezet. Inmiddels is de derde generatie aan het roer vanaf juli 2011 en we groeien gestaag. Het concentreert zich eigenlijk allemaal in Nederland en met name in Friesland. Linse Jachts onderscheidt zich toch wel door kwaliteit en product en proces. Wij zijn ook de grootste, dus we kunnen ook door ons volume veel kritischer naar de efficiëntie kijken in onze productie. Linse Jachts is marktleider op het gebied van stalen motorjachten van 8 tot 16 meter. En we zetten met name af in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland. Dat zijn eigenlijk onze grootste markten. Op kaskwaal wordt een metaal uitgesneden, daar wordt alles gelast. Vanuit de kaskwaal gaat hij naar de conservering, daar wordt geplamuurd, wordt hij gespoten. En vanuit de kaskwaal gaat hij door naar de interieurbouw. En dan wordt de motor ingebouwd. En het interieur, vloeren, plafonds, helemaal klaar. En dan wordt de afwerking gedaan, wordt de wasmachine en de stopcontacten en zoiets allemaal gemonteerd. En daarna gaat hij naar buiten. En dan komt hij het water in en dan wordt het proefgevaren. Dit is koriandblad. Dat is het aanrek eigenlijk. Dat is kunststof. En dat moeten wij erin plaatsen. Voordat hij naar de bevolgende plaats gaat eigenlijk. Want die krijgen we dadelijk niet meer erin. Door middel van de wasbak. Dat is een verzonken wasbak. En die krijg je dadelijk niet meer erin omdat het blad oversteekt. En dan moet hij van tevoren moet die erin liggen. De kracht van Linse Jachts is eigenlijk dat wij alles in huis produceren. Dus vanaf de tekentafel, in samenwerking dan met een externe designer, doen we alles in huis. Dus het snijden van de platen tot en met het complete jacht. Wij produceren verder op productielijnen. Dat is eigenlijk een systeem wat uit de auto-industrie komt. Daar heb je dan cycli van 10 minuten per station. En hier is dat natuurlijk enkele dagen. En we kunnen dat doen op deze manier omdat we een bepaald volume hebben. En dan is het ook heel makkelijk om dan in serie te produceren. In het begin hebben we met name regionaal jachten verkocht. Dus echt Limburg Plus, zal ik maar zeggen, Limburg-Brabant. Dat is uitgegroeid tot Nederland. De modernere jachten, daarmee hebben we eigenlijk de eerste internationale stappen gezet. Dat was eerst Duitsland en Zwitserland. En daarna zijn er een heleboel markten gevolgd. Op dit moment zijn de sterke markten voor ons met name België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Het begint allemaal bij goede partners. We werken met agenten en met distributeurs in het buitenland. Dus een agent die brengt eigenlijk een klant aan en dan loopt de afhandeling via Linse Jachts. Een distributeur die koopt in voor eigen rekening en risico en dan wordt het product geëxporteerd. En vervolgens zoekt de distributeur daar een klant bij. En daar zit natuurlijk ook meteen de uitdaging. Je moet de juiste partner vinden. Iemand die je merk kan uitdragen in het buitenland. En iemand die ook verstand heeft van de markt. Dus ook van het importeren in zijn land. En van het aanbieden aan de klant. Om te zorgen dat er ook de juiste afwikkeling bij komt kijken. Ja, natuurlijk groter worden in de bestaande markten en uitbreiden met nieuwe markten. Dus we doen met name ook onderzoek in de BRIC-landen. Dus we gaan in november op handelsmissie naar Brazilië. We zijn onlangs in China geweest. India staat nog op het lijstje. Dus, en Rusland is inmiddels een land waar we toch al een aantal jaren vrij actief zijn. Men kent Linse. Linse staat als een huis. En, ja,
doet graag zaken met onze organisatie, gelukkig.